En wij hebben gewoon heel het trampolinepark voor onszelf. Go! Kijken naar weer een gloednieuwe video. Mijn naam is Timo en ik zit nog steeds binnen. Ik zit al 5 dagen binnen. Je kan er niet meer omheen. Iedereen weet het bijna wel. Het coronavirus. Iedereen moet binnen blijven. De winkels zijn dicht, de restaurants zijn dicht. Alles is dicht. En laat ik nou net iemand zijn die niet stil kan zitten en alle kanten op gaat. Maar ik ben 5 dagen in huis geweest. Ik ben nog niet ziek geweest. En ik heb gelukkig goed nieuws gehoord dat er een trampolinepark open is in Emmen, waar ik zo meteen naartoe kan gaan. Alle parken in Nederland zijn gesloten en ik heb misschien wel een klein beetje geluk dat ik filmpjes maak en dat ik misschien nog wel kan springen. Ik had een trampolinepark gevraagd of ik bij hun kon komen springen. Dat was al voor het coronavirus en hun zeiden: hey, we laten het gewoon doorgaan. Ik zorg dat ik met de sleutel aanwezig ben en jullie kunnen springen. Dus ik ga zo meteen met 3 andere jongens, Joa, Luc en Tjeu, mijn kleine broertje, naar een trampolinepark. En ik ben zo blij, want ik heb nu 5 dagen binnen gezeten en ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Ik ben toch wel een beetje blij dat ik mijn video's kan maken en natuurlijk heel veel positiviteit aan jullie mee kan geven door mijn video's. Jullie zitten allemaal thuis, dus jullie kunnen allemaal lekker naar mijn video's kijken. Ik ga proberen om vaker te uploaden, 3 keer in de week. Dat waren de 2. 3 keer in de week. Ik ga op dinsdag, op donderdag en op zondag uploaden. Zolang iedereen thuis zit. Als de scholen weer gaan beginnen, dan ga ik weer terug naar 2 keer. Maar nu 3 keer in de week. Dus dit wordt episch. Ik ga proberen zoveel mogelijk leuke content in huis natuurlijk. Want ik wil niet te veel mensen belasten. Ik zorg dat ik bij oudere mensen uit de buurt blijf. Ik ga Luc ophalen. Ik ben helemaal hyped. Dus let's fucking go. En moet je kijken hoe cool we zijn er. En dit is een vrij nieuw trampolinepark. En Tjeu, het is echt wel even chill dat we geen dagen meer binnen hoeven te zitten. En dat we lekker kunnen springen. Oké, Tjeu, doe eens even een flipcheckie. Kijk, super tramp. Doe even een dubbelbekje. Oké. Nou mag ik. Lekker, deze supertrams zijn echt super goed. Ik ga je even een kleine rondleiding geven door het park. We hebben hier een supertram. Nog een supertram. Nog een supertram. Nog een supertram. Een wilde Joa die aan het springen is. Een airbag met een trampoline. Natuurlijk hebben we ook echt een super mooi blok naar de airbag. En dat is altijd super chill. Ook met een hekje waarbij je best wel wat tricks eraf kan doen. Oh, een airtrack! Oh, hij is wel een beetje zacht inderdaad. Tjeu, probeer eens op een zachte airtrack een backflip. Dat moet lukken. Dat moet lukken, hè? Oké, lekker. We gaan even kijken welke tricks we hier op de airtrack kunnen. Hij is echt best wel zacht. We gaan even... Oh, maar je komt nog best wel hoog. Oké, backflip. Nu gaan we voor de sideflip. Oké, kunnen we ook een core? Dat wordt lastig, denk ik. Oké, dat wordt helemaal niet lastig. Nice. En een standing backflip. Dat wordt wel lastig. Oh, niet zo heel lastig. Oké, we gaan door met de trampolinetour. Hoe cool. Een foam pit met best wel leuke kleurtjes van blokken. Dat heb ik echt nog nooit gezien bij een ander park. En moet je even kijken hoe klein deze trampoline is. Dit is best wel sick. Maar volgens mij springt hij nog best goed. Even kijken hoe hoog we kunnen op deze trampoline. Yo, zo klein. Hij komt best wel hoog. Lekker. Ja, super chill. Nice. Normaal in trampolineparken heb je ook een lange baan. En die springen normaal niet zo goed. Maar deze is best wel chill. Let maar op. Het is natuurlijk wel even inkomen dat andere trampolines zijn. Maar het moet me lukken. Lekker. Het moet nog wel even warm worden. Maar de eerste tricks zijn gedaan. En hoe chill is het nou dat heel Nederland eigenlijk thuis zit omdat ze nergens heen kunnen. En wij hebben gewoon heel het trampolinepark voor onszelf. Holy, dit ding is sick. Jongens, we gaan draaien en springen. Oké, we gaan een wedstrijdje doen wie het langste kan blijven springen. Wheel! Oh!
Nee! We gaan een leuke challenge doen met, hoe noem je dit, een sweeper, ronddraait ding, achter iets. Geen idee, het draait rond. Tje, we gaan een challenge doen. Ja. We moeten op elke trampoline een flip hebben gedaan, ja? En het moet in één keer door. En jij mag beginnen. Oké. Dit, ik wou bijna zeggen, dit gaat goed. Maar je moet ook echt in een rondje, hè? Dat is best wel lastig. Ik ga steeds verder naar buiten. Ik begin wel daar, dan moet ik die als laatste doen. Ja. Ik ga te ver naar buiten. Oh, ja, 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 kom op. Ja, 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 lekker. Ja, het is mogelijk. Het lukt. Het duurt wel even. Maar heb je wel wat? Ik vind het leukste aan bij nieuwe parken zijn dat je eigenlijk allemaal weer nieuwe challenges kan doen. Dus ik heb een nieuwe challenge bedacht. Vanuit deze trampoline hier naartoe sideflip en dan sideflip door naar de blokkenkel. Oké. Het kan wel, maar het is wel sketchy, want je moet echt wel ver springen. En Luke liep ervoor. Ik stond letterlijk bijna stil. Tjeu had net ook een challenge. Dubbel back in die trampoline. Tjeu, kom eens. Kijk even hoe groot ik ben. Kijk, voor Tjeu is het net iets makkelijker. Nou, we doen even steenpje schaduw als eerst. Moet ik als eerst? Ja. Waarom denk je? Nou, Tjeu. Tjeu denkt dat hij het makkelijk kan, dus Tjeu mag als eerst. Ja. Oeh. Ik kom echt bijna niet omhoog. Ja, dan komt er deze gewoon niet fijn. Mijn beurt. 1, 2, 3. Oeh. I hit the rand. Laten we doorgaan naar de volgende voordat we hier onze benen breken. Aangezien ik het net niet durfde en jij het wel durft, want jij brak niet je been, mag jij hem in die doen. Tjeu, je kan het. Kijk hoe klein deze trampoline is. Go. Oh, hij doet het ook nog. Tjeu. Ik kwam er wel. Ja, op de trampoline. Maar ik dacht goed. Dat ik hier ging. Nee, je had hem echt perfect. Tjeu, jij doet niet meer mee. Want jij bent veel te klein en jij speelt vals. En we hebben hier een hele mooie balk. En ik wil eerst proberen een backflip op de balk te doen. Kijken hoe dat lukt. En misschien wel een sideflip. Het is wel een beetje sketchy. Nee, één. Oh, ik kan hem wel stikken. Ik moet hem landen. 3, 2, 1. Telt hij? Ik denk dat de slackline niet goed komt. Nee. Oh, ik kom wel hoog. Ja, het erop staan is lastig. Oh, ik denk dat het lukt. Ik moet nog één keer proberen vanaf mijn billen. En anders is het mislukt. Oké, dit gaat niet. Dit is echt weer een dom idee. Het is al super lang geleden dat ik weer een dubbel back heb gedaan van iets af. Dit is gewoon perfect. Ik ga eerst even enkel doen en dan een dubbel. Want na 1 komt 2. Ja, nou nog nummertje 2, hè? Dan ja. Oh! Nice! Ik stond hem! Holy shit! Yes! Ik voel hem ook op de airbag zo. Tjeu, doe je mee? Tjeu, ik geloof in jou, jij draait veel sneller. Ik doe eerst 1. Ja, eerst 1. Tjeu, makkelijk. Ja, maar je komt sowieso op je voeten. Ja, maar ik durf niet. Tjeu, je krijgt een happy meal. Ja, maar okay, ik je durf krijgt 2 niet. Happy meals. Nee, ik durf nog steeds niet. Oké, 3 happy meals dan. Oké. Tjeu, als je dit doet, krijg je van mij 3 happy meals. Klein, klein, klein.
Lekker! Lekker, Tjeu! Dat zijn 3 Happy Meals voor jou! Tjeu, we zijn even klaar met springen en je hebt echt wel de 3 Happy Meals verdiend. Dus, we gaan 3 Happy Meals voor jou halen, want dit heb je verdiend. We moeten echt niet zoveel high five geven. Nee, we moeten wel zo doen. Nee, dat mag niet. Ja, maar anders had ik toch al gewonnen. Niet aan mijn handen zitten, dat mag niet. Ja, oké. Alleen, yes. En door het virus kunnen we niet naar de McDonald's zelf, maar... We kunnen wel door de McDrive, dus we gaan even lekker wat eten halen. Mag ik 3 Happy Meals? 3 Happy Meals, en wat had er in de Happy Meals gemogen? Een hamburger. Ja, in alle 3? Ja. Geen kippenwurst? Alle 3? Oké, okay, gewoon ja, top in alle 3. Dit is toch even lekker. Hier doen we het voor Tjeu. Ik heb je Happy Meals hoor. Het zijn er 3. Nou, Tjeu, kijk. Lekker, lekker hè? 3. Je moet ze wel allemaal zelf opeten. Ja, dat gaan we proberen. Nou, eet smakelijk. We hebben de buikjes weer lekker gevuld. En voordat ik dit trampolinepark ga verlaten, wil ik nog 1 kleine challenge doen. En dat is vanaf die trampoline naar die trampoline. En dan een dubbele salto naar de airbag. Oké, ik denk dat gaat lukken. Yes! Wij hebben weer lekker gesprongen en we gaan weer richting huis. Dus hier besluit ik ook gelijk het video. Vond je het nou een superleuke video? Even zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer, het kan niet ronden. Het is helemaal gratis. Heb je nou nog een leuk video idee voor in de coronatijden? Laat dan even weten in de comments. En laat natuurlijk ook even weten welke challenge ik de volgende keer moet doen. En dan zou ik zeggen, net zoals altijd, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Later.